En welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien aan de titel van deze video al kunnen lezen, gaan we vandaag een adventkalender unboxen. En ik heb hier de Apple adventkalender van dit jaar. Ik werk sinds een paar maandjes ongeveer bij Applejack en ik heb heel vaak de producten van Apple in mijn handen daardoor. En ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd geworden naar hun producten. Dus het leek me heel leuk om dan aan de hand van deze adventkalender ook een beetje hun nieuwe, tenminste hun producten, te gaan ontdekken. Deze video is verder niet gesponsord. Ik heb deze doos gewoon van mijn oma gekregen. Dus ja. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Hey, dit is de adventkalender van dit jaar met Jesse Trent op de voorkant. Van Effo. En deze box heet de Friendship Needs Care. En dan heb je hier een heel stukje. Ja. Ik weet niet of ik jullie er heel blij mee maak om in het Engels te gaan voorlezen. Maar here we go. Friendship needs care. This is not only a proven wisdom of life, but also our understanding of the relationship between man and horse. Or woman. For us, friendship means responsibility, care, trust and appreciation. Ethel puts the friendship to the horse in the center because cultivate is not a core, but gladly practiced friendship. Ik heb hartstikke dyslexie. Dus gaan we niet. Blah. Therefore, our products are extremely skin and fur tolerated. Nou, waar het dus op neerkomt, in het Nederlands vertaald, dat het gewoon natuurlijke ingrediënten zijn om de relatie tussen jou en je paard optimaal te maken. Dat dus. Ja. En hier staat het in het Duits. Daar gaan we al helemaal niet aan beginnen. Ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. Ik heb nog niet op het papiertje gekeken. Ik heb hem er heel netjes afgehaald om te kijken. En we gaan gewoon maar lekker aan de slag. Eens kijken. Laten we gewoon beginnen bij nummertje 1. Hier is hij. Kijk. Het eerste vakje. Is even zo. Komt hij er beter uit. Dit is Bronchocare Balm. Eens even kijken. Effel Bronchocare Zalf. Heeft een verzachtende werking op de luchtweg van je paard. De zalf kan op de neus van het paard gesmeerd worden. Oké, dat is eigenlijk wel een heel handig product, lijkt mij. Ik moet zeggen dat ik op het moment niet echt een pony heb die heel erg loopt te hoesten of die last heeft van zijn luchtwegen. Maar ik denk dat dit eigenlijk wel altijd handig is om te hebben staan. Oh, het ruikt ook inderdaad heel erg. Nou, die eucalyptus inderdaad. Dus deze is wel lekker. Ik stop hem er even terug in. Eens kijken, vakje nummer 2 zit aan deze kant. Eens even grabbelen. Oh, ik heb weer White Star Trokken Shampoo. Gok dat dit dan gewoon snel een droog shampoo is. Dry shampoo inderdaad. Altijd handig, dit gebruik ik best wel veel. Oh, hij ruikt ook heel lekker. Ik gebruik dit voor Panini regelmatig of voor gewoon ponies net als pancake met zijn witte vlekken. Gewoon opspuiten en wrijven en afborstelen. Ja, met shows ben ik altijd heel blij mee en met fotoshoots. Dus ook een heel handig klein product. Over naar nummer 3. En de doos valt een beetje uit elkaar. Even kijken. Want nummer 8 tittert naar beneden. Oké, nummer 8 zit bij nummer 2 erin. Die hebben we stiekem ook gezien. Maar we zeggen helemaal niks. Even kijken, nummer 3. Ja, gevonden. Eens even kijken hoe dit ziet er een grotere type uit. Oh kijk, rijdt er in een shower gel. Dus het is gewoon een douchegeltje, ja, voor jezelf. En eigenlijk is dit ook weer, als ik er zo bij nadenk, mega handig. Oh, geen vat om het eens maken. Ja, als we op show zijn, om gewoon handig mee te nemen. Als we net zo'n co-social party of een horse event, dan zijn wij gewoon meerdere dagen weg. En dan boeken we ergens een huisje. Ja, dan heb je ook wel douchepillen nodig om je tussendoor even lekker te wassen. En te douchen, dat is wel lekker. En dan is het ook gewoon handig dat je van Effel. Oeh. Oh, die ruikt lekker. Dat je hier ook gewoon, ja, producten voor hebt voor jezelf. Dat is eigenlijk wel heel handig. Ik ga toch even de producten die we al gehad hebben ernaast leggen. Naar nummer 4. Dus eventjes kijken.
zeggen, de doos die stort een beetje ineen aan de binnenkant. Dus nummer 6 ligt ook weer bij nummer 4 erin. Kijk, ik heb nu nummer 4 vast. Oh, eens even kijken. Wat is dit? Is dit van Effel? Oké. Okay. Ik ga het heel eventjes opzoeken. Oké, dus dit is gewoon een soort wasje waar dat je lekker je vliesdekentjes mee kunt wassen. Als ik het zo lees. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat ik deze niet heel veel ga gebruiken. Want ja, ik heb wel een aantal vliesdekentjes, maar eerlijk gezegd gebruik ik ze gewoon niet zo heel veel. Alleen net als voor een showtje of zo, als ze dan mag je op stal staan, dan vind ik zo'n vliesdekentje. Ja, dat is dan wel lekker. Dan zijn ze geschoren en hebben ze toch nog een beetje warm dingen. Maar wie weet komt het ooit nog een keer van pas. Nummer 5. Die zit hier. Het is een doosje. Eventjes kijken. Boot polish. Kijk, om je schoenen mee schoon te maken. Tenminste, je laarzen. Sponge applicator. Kijk, dit is inderdaad wel handig. Net voor mijn westernlaarzen bijvoorbeeld. Om ze gewoon even makkelijk mee in te vetten. En weer netjes te maken. Kijk, dus het komt wel van pas. Die gaat dan wel weer handig zijn. Nummer 6. Die is kijk, die was... Oh, de doos stort in. Even kijken. Jullie terug naar boven. En 6. Misschien een beetje zo lekker. Nee. De doos stort in. Dat is een beetje een nadeel. Een beetje jammer. Eens kijken. Friend snacks. Dit zijn kleine snoepjes. Tenminste, kleine snoepjes. Gewoon een zakje met snoepjes. Die komen altijd wel van pas. Nummer 7. Ja, dit is 7, als ik het goed heb. Ik moet allemaal even kijken waar alle spullen gebleven zijn. Want ja, de doos stort in. Dus alle vakjes van hier die liggen ondertussen helemaal onderin. En deze heb ik bij de Apple Checker wel eens voorbij zien komen. Doosjes net iets van. Ik heb de doos gescheurd. Even kijken, een leder spons. Oké. Hij voelt al vettig. Dus dit is eigenlijk wel handig om dat misschien bij te hebben om snel eventjes over die laarzen heen te gaan. Of over het tuig of weet ik het wat. Dus dat is denk ik wel handig om bij te hebben. Nummer 8. Het zit hier. Ik probeer hem een beetje zo te houden, want nummer 8. Was dus al zo'n product dat uitgezakt was. Die heb ik net al vastgehaald. Leder combi. Ja, ik ben heel slecht in mijn tuig onderhouden. En ik moet ook eens eerlijk zeggen dat al het spul dat ik had om mijn tuig te onderhouden, dat ik niet meer ook niet meer weet waar het is gebleven. Dus dit is eigenlijk wel handig. En dit zijn ook van die producten die altijd zo lekker ruiken. Misschien is het wel een goed idee om binnenkort er even mijn hoofdstel een goede poetsput te geven. Nummer 9. Volgens mij is er niks uitgezakt. Verder. Nee. Is dat ook weer een potje in? Eens eventjes kijken. Summer Hoof Gel. Nee, dat is dus inderdaad voor droge hoeven in de zomer. Nou, het is op het moment nat, koud, vies, bleh. Dus ja. Ze hebben geen last van droge hoeven op het moment. Maar wie weet dat dat zomaar zoiets iets is wat handig is om te hebben. Oh. Oh, die ruikt ook wel lekker. Oeh. Ja, wie weet wel een heel handig product voor van de zomer. Ik hoop dat ik hem tegen die tijd nog niet kwijt ben dan. Ik ben er af en toe niet zo handig in. Nummer 10. En die zit hier. Eens kijken. Weer een flesje. Empra FF Wash In. Het ziet er weer hetzelfde uit als die andere was. Ja, dat andere wasflesje. Op water gebaseerd impregneermiddel mee te wassen. Oh kijk, geïmpregneerd. Hiermee kun je dus je dekens wassen. En dan zorgt er weer voor dat ze dus waterdicht zijn. Dat is eigenlijk wel heel handig. Om zeker zometeen na, als ik de dekens die ze nu op hebben, weer afgooien, moeten ze weer gewassen worden.
En dan is het altijd even verstandig om ook de deks weer waterdicht te maken met een impregneer middel. Dus dit is wel weer een heel handig product wat ik wel ga gebruiken als ik dus de dekens ga wassen tegen het einde van het seizoen. Dus hier ben ik wel heel blij mee. Door naar nummer 11. Yes. Even. Ik voel weer een zakje. Hier word ik denk ik heel blij van. Oh kijk, het zijn elastiekjes. Dit is altijd handig en in de kleuren van de regenboog. En dit is van het kindermerk van Effel. En ik herkende inderdaad toen ik het zakje eruit haalde de paardjes. Want we hebben van Effel zo'n glitterspray. Die ruikt echt ongelooflijk lekker en die komen tenminste ook heel veel glitters uit. Dus die gebruiken we altijd. Dus ik herkende het zakje. Maar elastiekjes zijn altijd handig om te hebben en die zijn we ook altijd kwijt. Dus ook deze zijn we heel blij mee. Nummer 12. Hier. Een doosje. En ik ben heel benieuwd hoe ik die eruit ga krijgen, want het doosje is groter dan het vakje. Ja, ik maak de doos verder kapot. Bronchocare snoepjes. Oké, dus het zijn keelsnoepjes. En dit komt op het moment heel handig van pas, eerlijk gezegd. Ik ben afgelopen week ziek geweest. Mijn moeder is nu aan de beurt, die is nu ziek. En we lopen met z'n allen. Ik ben er een beetje vanaf van het hoesten, maar mijn moeder loopt nou te hoesten. Dus als ze zometeen thuis komt van het werk, krijgt zij lekker bronco snoepjes. 13. Dat vind ik wel jammer. Even tussendoor. Dat de doos niet heel stevig in elkaar zit. Dus dat alles een beetje uit elkaar zakt. Eens even kijken. Weer een klein flesje. Regrowth serum. Promotes hair grow on the tail en mane. Bevordert dus de manengroei. Als ik het zo lees. Ben ik wel benieuwd naar in hoeverre dat dit werkt. Dus dit ga ik zeker even uittesten. Ivy heeft dit jaar heel veel last van haar uitval. En hele dunne manen. En dat komt denk ik omdat ze drachtig is. En ik zeg dat komt denk ik door. Omdat ik denk dat ze drachtig is. Eindelijk na 3 jaar. Dus dit is misschien wel een leuk product om weer even op Ivy te gaan uittesten straks. Moet ik even nazoeken of dat gewoon gaat dan. Ik denk het haast wel. Volgens mij door de hele hormoonverandering krijgt ze dunner haar. Ja, Ivy is een mooi slachtoffer om dit uit te gaan testen. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ga ik testen en wie weet laat ik het jullie ook nog wel weten. Of het heeft gewerkt, ja of nee. Dus laat ook even weten of jullie dat leuk en interessant vinden. Sowieso, als jullie het leuk vinden dat ik al deze dingen even ga testen in een andere video voor jullie, moet je het ook even laten weten. Want dan hou ik daar rekening mee. Nummer 14. Ja, dus ik moet het zien. Zometeen ga ik echt vakjes openmaken waar volgens mij niks meer in zit omdat alles allemaal uitgeschoven. Is eventjes kijken. Weer een potje. Hoef Oli Gel. Healthy shiny hoofs with no drips or thickness. Even kijken. Dit is gewoon een hoef. Ja. Een gelletje. Zodat ze mooie shiny hoefjes krijgen. Maar niet zo'n olie net als de meeste. Kijken. Nou, het ruikt wel lekker en het is een beetje een prutje. Het is ook wel een keertje lekker en leuk om te gebruiken, denk ik. Nummer 15. Ik begin de tel kwijt te raken. Even kijken. Een tubetje. En het is Leather Cream Soap. Dus het is een zeepje om je tuig mee schoon te maken. Meestal. Oh, die ruikt lekker. Echt een typische zeepgeur. Normaal als je je tuig schoonmaakt, moet je het eerst even schoonmaken met een zeepje en dan weer inzetten. Zeg het, ik ben daar heel slecht in. Dat zijn veel te veel stappen voor mij. Maar het is wel handig om te hebben. En zeker van die kleine tubetjes. Het is wel handig dan om gewoon in je kast te hebben staan. Om even snel je hoofdstel ermee in te soppen. Vetten, weet ik veel. Even schoon te maken. Dat merk ik heel vaak inderdaad. Eerder aan mijn hoofdstel dat ze beschimmeld raken. En dan heb ik meestal zo'n pak lederen doekjes van de Decathlon in mijn kast liggen. Dat ik snel even schoon kan maken. Maar als ik van die kleine pakjes leder dingetjes heb liggen, dan maak ik ze misschien wat sneller echt schoon voordat ik ga rijden of na het rijden of iets. Hallo poes! Poes! We waren bij 15, dan gaan we nu naar 16. Ja, ik heb gelijk. Is even.
kijk, en dit bedoel ik dus. Dit was een vakje waar niks in zat. Daaronder ligt er weer eentje. Handcreme voor ruiters. Dus ook voor mij. Dus dit is gewoon even een handcremetje, ook weer voor jezelf. Is af en toe wel lekker warm. Is af en toe wel lekker. Jaren. Valt het wel weer mee. Maar ik heb een aantal jaren geleden de kappersopleiding gedaan. Dus had ik echt een paar jaar lang hele dagen in het water om haar te wassen. En mijn handen waren daar zo van uitgedroogd. Dat ik daar echt nog gewoon jaren na die kappersopleiding last van heb gehad. Dat zodra mijn handen nat werden, dat ze heel droog en heel hard gingen trekken. Gelukkig is dat het laatste jaar eigenlijk een stukje minder. Maar dan vind ik handcreme altijd wel lekker om bij te hebben. Ook zeker in de winter is dat gewoon lekker om je handen mee te beschermen en in te vetten. Dat zijn wel lekkere dingetjes ook gewoon om te hebben. Nummer 17. En dit is ook weer een product voor jezelf. Een lippenbalsem. Kijk. Een lippenbalsem waar niks in zit. Even kijken. Ja, hier zit niks in. Maar de tube zit hierin vast. Even kijken. Of dat we dit fixen. Oh, ik heb hem. En hij is meteen gestoken met mijn nagels. Oké, hij zit erin. En het ruikt gewoon naar zo'n... Ja, ik doe het even hier. Het is gewoon een standaard lippenbalsem. Verder geen geurtje, smaakje of iets. Ik smeer het maar gelijk op mijn bakken. Want anders zit zo meteen heel mijn bed of heel mijn handen of iets vol. Maar een lippenbalsem. Ik voel rond te zitten. Maar een lippenbalsempje is eigenlijk ook altijd wel handig om bij te hebben. Ook zoiets wat in de winter altijd wel lekker is. Komt wel van pas, gaat wel weer op. Ja. Het zijn allemaal van die dingen, net als die producten van Effel zelf, voor ruiter en voor jezelf. Dat zijn allemaal dingen die ik niet wist dat ze die hadden. Dus zo vind ik een doos wel leuk om nieuwe producten te ontdekken. Na 17 komt 18. Ja, er zit wat in. Eens even kijken, een tubetje Skin Balm. Ik had toen ik deze doos ging bestellen... kon ik voor een paar euro nog een paar producten erbij bestellen. Gewoon goedkoper. Dus, en toen had ik deze ook besteld omdat mijn wondjes zelf bijna op was. Dus was ik hier wel benieuwd naar. En hier hebben we dus een klein tubetje. Ik heb deze dus nou ook in het groot, alleen nog niet gebruikt omdat de ponies op dit moment nog geen wondjes hebben dat ik ze op kan smeren. Maar hier ben ik wel benieuwd naar, want het ruikt heel erg. Naar zo'n, ik weet niet of jullie dat kennen. Oh, ik spuit het meteen uit. Van die zalf die je op je lijf smeert en dat dan heel warm begint te worden ofzo. Daar ruikt het naar. Echt zo heel mentholachtig. Ik moet zeggen, als ik het opsmeer, het voelt heel nattig en heel rubberig. Poes eet mijn jas niet op. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar of dat dit echt daadwerkelijk gaat werken voor wondje. Ik heb zelf op het moment ook geen wondje waardoor ik het even op kan smeren om te testen. Deze gaat ook even moeten wachten tot een ander moment. Ik ben benieuwd wat het gaat doen en hoe snel het wondje geneest en wat het doet met de wond. Nummer 19. Ja, er zit ook nog wat in. En het ziet er ook weer uit als een was iets. Een reinigt ademende kleding. Hoesjes zijn weer iets aan het doen. Reinigt ademende kleding. Dus dit is gewoon een echte was iets. Dit was dan een wasje voor vliesdekens en softshell dingen. Dus hier kun je daar waarschijnlijk gewoon je echte dekens, je winterdekens, je regendekens mee wassen. En daarna kun je ze dan ook nog eens impregneren. Dus dit zijn allemaal wel, eigenlijk zijn het alle drie wel handige dingen. Zeker deze twee zijn wel handig om zo meteen met dekens mee te gaan wassen op het einde van het seizoen. Dan heb ik dat alvast in huis, hoef ik dat niet meer te gaan kopen. Nummer 20, die zit hier ook weer helemaal onderin. Eens even kijken. Ja, daar zit nog wat in. Helemaal onderin, dus dat had ik wel moeten. Even kijken, heb ik een huidlotion, een skin lotion. Against itches on mane and tail. Kijk, dit is iets waar ik heel blij mee ben.
Dit vind ik zeker, ja, nu hebben we daar niet veel last van, maar in de zomer heb ik het nog wel eens. Dat zo opeens een pony dan zoiets heeft van ik ga heel erg mijn manen scheuren. En dit had ik van de zomer ook heel erg graag willen hebben voor Ivy. Ik heb een paar producten. Ik weet zo niet van welk merk dat ze zijn, maar die heb ik dan wel bij Ivy op de manen gesmeerd. Maar alleen die werkte niet zo goed. En nou heeft ze echt heel stom ergens midden in de manen een stuk afgescheurd. Het begint alweer aan te groeien. Maar ik had van de zomer ook heel erg de neiging om Ivy en Fjord de Koep te gaan knippen. Omdat ze dus één stukje manen miste. Maar dit komt eigenlijk altijd wel van pas bij mij. Dat er altijd wel een pony is die dat, ja, de manen begint te scheuren. En dan kan ik dat mooi daarmee tegengaan. Tenminste kan ik kijken of het werkt. Om het tegen te gaan. 21. Kijken. Vinger erin frotten. Even kijken. Een klein potje. Oh. Even kijken. Een potje met Hoef Moister. Oh, kijk. En dit is inderdaad echt een... Oh, dit ruikt wel heel lekker, maar echt een prutje. Je ziet het allemaal niet zo goed. Echt een prutje. Ik ben benieuwd naar deze producten. Nummer 22 is dan de eerstvolgende. Dus eens even kijken. Ook weer een potje leder balsem. Ja, dit ruikt gewoon net als iedere leder balsem. De laatste twee vakjes. Nummer 23. La. Even kijken. Horse Balm. Refreshing en Vitalizing. Ook. Okay. Beneficial after physical exercise and care. Cases of tiredness. Hier wil ik even wat meer over opzoeken. Want hier ben ik wel even benieuwd naar. Het is een beetje een groenig iets. Ik denk dat het dan gewoon iets is. Want ik moet zeggen dat ik er nog niet heel veel wijzer uit word. Oh, dit is... Volgens mij is het gewoon een cooling gel of iets. Wat je gewoon lekker op hun benen dan na kunt smeren. Misschien een handig product om gewoon te hebben staan. Maar ook dit is denk ik iets wat ik niet heel snel ga gebruiken. Ja, ik heb echt nog nooit een pony gehad die last had van zijn voeten of van zijn hoeven, van zijn benen. Na het werken of zo. Dus ja, maar misschien toch handig om te hebben staan, want je weet maar nooit. Nummer 24, het laatste vakje. Heel ver naar beneden. Oké, okay, die ligt inderdaad gewoon daar al te chillen. Het is een grote fles. Eens kijken. Mondboter. Kijk, en dit is inderdaad zo'n product. Ik zet hem nu gewoon even op de grond. Wat ik voorbij had zien komen. Oh, mijn been slaat. Wat ik voorbij had zien komen bij de Applejack en dat ik zoiets had van waar ruik je dit voor? Even kijken. Beschermt gevoelig paardenmond als tweede huid. Verzorgt zachte mondhoeken. Ik denk dat dit een product is dat heel toepasselijk kan zijn voor mensen die heel veel met een bit rijden. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk steeds minder bitten gebruik. Eigenlijk alleen nog ja, als ik ga mennen met een Ivy of zo. Net Whopper en Pancake. Men ik ook mee, maar doe ik eigenlijk ook zonder bit. Maar wie weet, het is volgens mij gewoon voor de lekker. Ja, en je kunt er een paard mee leren een bit in zijn mond te tolereren. Dus ja, ik zeg het, ik denk niet dat het iets is dat ik veel ga gebruiken. Dit was in principe alles wat erin zat. Dus... Even kijken, zoals ik net tussendoor al zei, zijn het, zoals mij opvalt, allemaal setjes van 3. Dus je hebt hier de 3 ja, wasjes om je spullen mee, tenminste je spullen, je kleren, je dekens vooral mee te wassen. En dan heb je hier 3 producten om je tuig mee schoon te maken. Dus lederbalm, lederkombi en een lederzeep. En dan had je voor jezelf een hand... een shower gel en een lipbalsem. Deze 3 ga ik sowieso echt wel intensief gebruiken, denk ik. Ik zeg, de shower gel die gaat voort met ons mee op show. Ja, we hadden de snoepjes. Die gaan sowieso van pas komen.
kijken. En de elastiekjes waar ik ook heel blij mee ben. Ja. De mondboter die als laatste voorbij kwam. En we hadden ook nog keelsnoepjes. Die ga ik zo meteen naar mijn moeder voeren. Dus ja, dan weten we gelijk voor de dood aan gaan. Nee. En ja, dan kunnen we even testen of dat ze werken of dat je er minder van gaat hoesten. En, nou, dan hadden we hier de drie hoefproducten. Hoef Creme Moisture Balance, hoef Olie Gel en een Summer Hoef Gel. Ben ik alle drie heel benieuwd naar en ik ga ook eens navragen bij mijn bekapper wat zij ervan vindt als ze weer komt bekappen. Even kijken, dan hadden we hier de Huid Repair. Ben ik heel erg benieuwd naar als ze zo met de wondjes hebben om het op te smeren. Ja, hoe snel het haar weer netjes teruggooit, hoe snel het wondje dicht gaat, hoe snel er een korst op komt. Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik zeg het, ik heb er ook grote tuben van. Dus dan weet ik gelijk of dat het het waard was om die grote tube erbij te komen. Het rode potje met ja, de cooling gel. Kijk, ik denk dat het ja, toch gewoon handig is om te hebben staan. Je weet me nooit als een voetje een keertje wat warmer aanvoelt. Gewoon lekkerder opsmeren. En ik denk dat dit gewoon handige dingen zijn om zometeen ook gewoon in een poetstas te hebben zitten. Om mee te nemen naar een show. Hadden we hier een skin lotion tegen jeukies in de manen en in de staart. Altijd handig en gaat bij ons echt wel. Die ga ik echt wel gebruiken. En hier hadden we de droog shampoo. Ook altijd handig. Ik gebruik nou die van Cowboy Magic. En die werkt eigenlijk echt wel heel handig. En ik moet zeggen dat ik hier en daar eigenlijk allemaal van die sample verpakkingjes heb liggen van verschillende bedrijven en verschillende merken. En eigenlijk werken ze voor mij gewoon allemaal even goed. Dus ik ga ervan uit dat deze ook gewoon heel handig gaat werken. Maar ook deze is weer gewoon heel handig om in mijn poetskoffer te hebben zitten. Want die Cowboy Magic fles van mij die blijft af en toe wel eens hangen. Die spuit niet zo lekker. Dus om dan even een tweede paraat te hebben staan als ik haast heb. Ja, dit was volgens mij de eerste. De Bronco Zalf voor hoesjes inderdaad rond de neus en de mond. Tenminste in de buurt van zijn gezicht smeren. Om de luchtwegen vrij te krijgen. Dus dit is ook gewoon iets wat je niet dagelijks gaat gebruiken. Maar wel ook handig is om te hebben staan. You never know. Even kijken. En dan hadden we hier nog regrowth serum voor de manen. En ja, eventueel staart voor de haren. Heel benieuwd naar ga ik uittesten met Ivy. Of dit gaat werken. En hoe lang dit dan duurt. To be continued. Dan hadden we hier nog de schoenpoets, die ik ook ja, gewoon lekker ga gebruiken voor mijn westernlaarzen of iets in die richting. En deze gaat ook in mijn poetstas, in mijn laarzentas, die staat hier achter de camera. Want dit is niet echt zozeer een, het is een olie, maar het is niet zozeer een schoenpoets, echt net als het inzetten wat ik net had. Dus wat ik daar straks al zei. Hey, wij hebben kunstleren laarzen en die gaan we voor, vanaf 2023 in onze nieuwe show, waar ik verder nog niet zoveel over ga zeggen, gaan wij in onze laarzen de show lopen omdat er gewoon chic uitziet. Het is een chicere in die zin een chicere show qua aankleding. Dus is het wel handig om gewoon snel deze in je tas te hebben zitten om snel even nog voor een show je laars op te poetsen. Maar zoals ik net al zei, die kunstlaars kun je niet insmeren met allemaal je lederspullen. Omdat het gewoon de laarzen aantast, niet goed voor de laarzen. En ik denk dat dit daarentegen dan geen kwaad kan, omdat dit gewoon een olietje is. En verder niet ja, het kunstleer gaat beschadigen. Gok ik. En anders, we shall see. Ik heb deze doos tijdens Black Friday via Agradi besteld. En hij was toen ongeveer, laten we zeggen, een 40, 45 euro daartussenin. En ik moet zeggen, aan alle producten die dat ik hier nou heb liggen, is dat echt zeker wel waard. De originele prijs was volgens mij een 50, 60 euro als ik het zo goed heb. En dan nog heb ik zoiets van, dat is het zeker wel waard als je gaat kijken naar de spullen. Ja, ga ik alles gebruiken? Waarschijnlijk niet. Maar ook gewoon een heel deel zeker wel. Ik ga ook een heel deel kwijtraken. Dat weet ik nou al. Maar ja, het zijn zeker producten die ik wil gaan gebruiken. Maar ja, gewoon mijn eerlijke mening, niet gesponsord.
Ik ben benieuwd. Ik ga een aantal dingen zeker gebruiken. Ik hoop gewoon... Ja, deze ga ik in mijn kast zetten in de hoop dat ik mijn tuin wat beter ga schoonhouden. En er zijn ook een aantal dingen die ik gewoon lekker thuis ga laten liggen. Net als die schoenpoets, handcrème, shower gel. Ja, dit gaat gewoon lekker in onze koffers als wij binnenkort naar showtjes gaan waar dat we meerdere keren op een week staan. En ik sta in februari ook ergens een heel weekend. Maar dat ga ik jullie nu op dit moment nog niet vertellen. Dat ga ik ergens halverwege december bekendmaken, maar daar hebben wij heel veel zin in. Een heel klein aantal mensen weten het al wel, denk ik. Heel groot deel nog niet, maar ik heb van de week de organisatie gesproken en hun gaan ons halverwege december op de website en het programma bekendmaken. Dus in deze video, op het moment dat ik dit maak, komt die gewoon zo snel mogelijk online. Dus ik hoop vanavond al of morgenochtend. Dus ik ga jullie op dit moment nog niet vertellen wat die show is. Maar dan zijn we ook weer een heel weekend weg, dus dan gaat de shower zelf ook gewoon lekker mee. Zoals ik straks in de video al zei, als jullie het leuk vinden om een keertje een review video te zien van al deze producten die ik heb unboxed, laat het dan zeker weten. Dan ga ik daar aandacht aan besteden, ga ik daar tijd in steken. En dan ga ik echt oprecht dingen voor jullie testen. We gaan geen douchevideo online zetten, maar ik kan jullie wel laten weten of dat die lekker was. Maar ik heb weer een heel zooi aan spullen erbij, waardoor ik even plekjes voor moet gaan zoeken in mijn kast, in mijn tas, in alles. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Ik ben benieuwd wat jullie van de producten vinden. Wat jullie ervan vinden of jullie denken dat het nuttige dingen gaan zijn. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jullie mening over de producten. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. In dat geval doe dan zeker een duimpje omhoog en abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk om allemaal pakketjes uit te pakken. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.